Hi Scorpio, hello Scorpioen. This is your reading for the 22nd till the 28th of April. Dit is jullie lezing van de 22e tot de 28e april. Mooie kaarten. Nice cards. So let's begin. In the beginning of the week, you have the sun. That could mean a holiday, that could mean a birth, you're hearing of a birth or a pregnancy. It means a new job. A new project. It might even mean that you are getting recognized because the sun and moon illuminates, you're in the spotlight. So everything is positive in the beginning of the week. I love these cards, they're from Anson Roberts. And then in the middle of the week, we've got Temperance. Perhaps because you're going on holiday, you're trying to find the balance of rest and play. Like if you're going to a new place, you might want to discover new things. And that is what the sun is. New things. New beginnings. Okay, well try to find your balance, or perhaps you've just come back from holiday and you're trying to find the balance again between work and home. And then at the end of the week, it's all new beginnings for you and trying to find the balance between the old and the new. That could be also the reason. Because you've got the Empress, and the Empress means growth, means fertility, means birth, means new beginnings. So perhaps something is actually happening this week for you at the beginning of the week or the end of the week, like a new love, a new friendship, a new job, a new something. It is amazing, Scorpio. It's confirming. The end of the week is confirming the beginning of the week, and the beginning of the week is confirming the energy at the end of the week. And as your theme card, we have new love. So you might be starting a new hobby, which is your new love or your new passion. Or you might actually meet a new person to love. I hope you've enjoyed this reading, and I hope your Easter has been fantastic. And take care and God bless. If you're new, please subscribe down here, it's free of charge, and click on the bell and you'll be notified when I'm going live. I go live every single day and I give a card to everybody that comes into the tea room. I call the chat room my tea room because it's not only mine, but it's also yours, because all my followers make it what it is, and that's how I like to keep it respectfully and nice and fun. There is sometimes lots and lots of discussions, not only about tarot or Lenormand. I hope to see you there, and welcome to the channel if you're new. And for the old ones, thank you very much for following me and supporting me, and I hope I support you with my cards. Hallo Schorpioen, jullie hebben een fantastische lezing en we gaan beginnen. Jullie hebben de zon in het begin van de week. Dat betekent vakantie of een verhuizing, een nieuw begin, een geboorte. Misschien hoor je van dat iemand in verwachting is of dat jij in verwachting bent als je de leeftijd nog hebt. En de zon betekent ook dat je in de schijnwerper staat. Je krijgt recognitie. Het is de meest positieve kaart. Misschien een nieuwe baan of een hobby. Of een nieuwe liefde. In het midden van de week hebben jullie gemachtigdheid. En dit betekent balans. Hier zie je dat ze water giet met één beker in een andere beker. En ze probeert niet te morsen. Zo misschien moet je het balans vinden met de nieuwigheid. Of je bent net teruggekomen van vakantie. Op woensdag, donderdag. En je probeert weer het balans te vinden tussen thuis en werk. Of je hobby en je werk. Aan het eind van de week hebben we de keizerin. En de keizerin is moeder aarde natuurlijk. En dat is, ze representeert dat door ook om de meningen die zij draagt bij haar. Zoals moeder, zorgzaam, nieuw begin, groei, vruchtbaarheid, zwangerschap. En zo, jullie hebben dus weer een nieuw begin aan het eind van de week. Dit wordt gevarieerd door de zon aan het begin van de week. En de zon wordt gevarieerd door de keizerin. Er is groei en bloei en nieuw beginnen
En ja, misschien een zwangerschap of een nieuwe liefde. En jullie themakaart is nieuwe liefde. Het kan ook een passie zijn, want je passie is liefde. Het kan bijvoorbeeld een nieuwe hobby zijn of het kan inderdaad een nieuwe partner zijn. Onthoud dit, dit is een algemene lezing en wil je een specifieke antwoord hebben, dan doe ik graag een lezing voor je. De e-mail die staat meestal onder de video's. Ik hoop dat je deze lezing leuk hebt gevonden en zoals ik zei, fijne Pasen en ik hoop je in de live sessie te zien. Zoals je nieuw bent, word lid en klik op de bel en dan zie ik je daar. Hou je taai, tot ziens.